Als Van Halen in ons land. De Amerikaanse hardrockband trad op in Ahoy in Rotterdam. Daar was ook René van Erp, de 35-jarige gitaarvirtuoos die afgelopen zaterdagmiddag de Eddie Van Halen gitaarsolo competitie op de radio heeft gewonnen. In de Ahoy kreeg hij daarvoor een gitaar. En wel van Eddie Van Halen himself. Guitar winner of the contest. Jij hebt met gitaar gewonnen. Ja, dankjewel. Well, you're a lucky man. Heel blij. Eddie. Okay. Can I give this guitar to him? Oh, yeah? Okay, you want it? You want it? Yeah. Get on your knees. No. Okay. And you turn around in the middle, you guys. En wat vond René ervan? Ja, ik heb eigenlijk heel weinig kunnen praten. Ik heb gezegd dat ik de wedstrijd heb gewonnen. En Eddie gaf de gitaar aan me en gaf nog een kleine toespeling op de plectrum wat erop zit. Dus dat, wat ik zal voor de camera niet herhalen wat erop staat. Just fuck you, buddy. Vorige week in Ahoy wachten niet alleen een paar duizend fans en René van Erp op Van Halen. Er zaten ook 70 Nederlandse familieleden van Alex en Eddie Van Halen. En dat was niet echt het publiek dat je bij een hardrockconcert zou verwachten. Ze moeten tegen mij tante zeggen. Ik ben ook een tante van Alex en Edward. Nou. Net de geboorte heb ik ze een week na de geboorte gezien. Hè? Alex is 8 mei 1953 geboren en Edward 26 januari 1955 in Amsterdam. Ik vind het vrolijk. Het is wel een hardrockgroep, maar het is wel leuk. Nou, iedereen ziet elkaar weer. En ook, zeg maar, de band van de moederskant van Alex en Edward en de vaderskant. Hartstikke leuk. Ik zeg, hoe is het? Wat zei je, Alex? Heb je knoflook gegeten? Watjes. Ja. Bij mij in de studio zit René van Erp met zijn Eddie Van Halen gitaar. Dit is de gitaar in kwestie. En dat is René in kwestie. Was je erg zenuwachtig, René? Zenuwachtig? Ik was bloednerveus. Echt waar? Echt waar. Ga je met de gitaar doen? Ga je hem in een kastje ergens opbergen of ga je er ook op spelen? Nee, ik wil er wel op gaan spelen met de band. Ja. Met de band? Met de band. Welke band? Band Frame uit Landsmeer. Van Halen-achtige muziek? Nee, totaal niet. Oh. Nee, helemaal niet. Lukt dat dan wel met deze gitaar? Jawel, jawel. Ja. Nou, veel succes erbij. Bedankt. Gefeliciteerd. Hier is de gitaar. Dankjewel. Bedankt voor je komst aan de studio. En dit was Van Inkel's Choice. Ik zei het al, de tv-dokter is nog langer. Volgende week zijn we er weer. Take it away, René.